gek te laten liggen. Echt een rekking uit te halen en het been wat je bij je hand meet uit. Ik blijf het doen. Ik kan van je been uit. Even die hup naar buiten brengen. En terug. Andere kant, zelf. Even. Dat? Zelf doen van 5 keer links, 5 keer rechts. Andere elleboog. Ja. Die tijd je de heupen zit. Dat is belangrijk. Even deze hak onder je bil zetten. Ja. Kijk, lukt. Dan deze eroverheen. Ja. Dan probeer je allebei je billen op de grond te krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Opstrekken. Eerst opstrekken alsof je bijna rechtop kunt zitten. Knie naar je schouder toe. Weer je bil op de grond duwen. Want je voelt dat hij dan van de grond af wil. Eventueel even je hand achter je neerzetten. Om nog verder op te strekken. Probeer je goed op te strekken. Maak je lang. Kom op. Juist. Even vasthouden. Dit is echt heel belangrijk. Als je dit nog kan als hordenloper, als je helemaal zo kunt zitten. Dan ben je nu geschikt voor de stiepel. Op. Binnen. Buiten. Binnen. Buiten. Dezelfde oefening doen, maar dan ga je afwisselen van kant. Je gaat zitten, zo, je zitten, je staat op en je gaat naar de andere kant kijken. Lukt dat? Je staat op, ja, opstaan en naar de andere kant. Juist. Oké, doe het voorzichtig. Alles met beleid, allemaal controle. Oké, heel goed. Beetje op je voorvoet staan, stap eroverheen, in één keer door. Die oefening, ja? Hou je voet recht, laat hem teen naar voren wijzen. Recht op, stap goed uit. En hier is wel goed. Zo, ja. In één keer door. Ja. Zo eroverheen. Dus je zegt dat je als je bang bent voor de hoorn en hem aantikt. Dus je moet iets meer uitstrekken. Echt optillen, teen optillen. Dan eroverheen. Dus niet laten afvangen, want dan tik je hem aan. Ja, hetzelfde nog een keer. Hop.
been uit, lekker hoog. Je mag. Juist. Heel goed. Hoi. Dus je tweede been oefenen. Heel belangrijk bij het tweede been. Alle oefeningen die je doet, als deze eraf voorbij is, dan moet je daarna een grote pas maken. Heel veel mensen met jullie, je legt het bijtrekbeen, het tweede been, leg je erop. Deze zet je al voorbij de horde neer. Handen voor je. Ik kan je eventueel helpen door je vast te houden met stok. Eroverheen te glijden en neer te zetten. Maak even een mooie stap alsof je echt grijpend landt. Ja? Even grijpend landen. Juist, heel goed. Al, we hebben 5 keer links, 5 keer rechts. Lukt dat? Snap je het? Ja? Oké. Ene been moet er voorbij staan. Stappen, echt een voorbij stappen. Doe maar alsof je ook je eerste been doet. Dit been. Oh. Je kan het neerzetten, maar je kan ook zeggen van oké. Okay. Hop. Ja? Je knieën zetten. Zelfde kant. Ja. Dus het is makkelijk, maar het is wel uitdagend omdat je heel veel van je stabiliteit vraagt. Je moet hoog staan. Hop. En dan het volgende. Het gaat zo goed. Til op de knie. En hop. Juist, heel goed. Mooi. Dit is Jasmijn. Maar Christel. Hier ligt een uitdaging. Ja? Ja, dat gaat met Christel echt goed. Juist, moet ik daar mijn voet neerzetten. Zet de arm niet omhoog. Het moet alsof je tweede been meedoet. Ja, dat moet gemakkelijk kunnen. Dat is niet hoog, dat is niet hoog. We gaan hetzelfde doen. Hier.
schaapbeweging maken. En dat kan, want het is een hele kleine horde. Dus als ze dat op de hoge horde zouden doen, dan wordt het net even misschien wat gevaarlijker. Dus ik wil eerst een stapje terug voordat we naar het echte werk gaan. Maar ik wil zien dat jullie echt alsof het een hoge horde is, maar dat jullie heel snel als in 110 meter horde trainen, bewegen. Daar moet je aan bewegen. Dat is wat ik jullie wil zien. Ja, dus je gaat gewoon lopen, lekker een beetje hard en dan. Ja. Leuk aan de uitdaging, ja. De ene kant is moeilijker. Zometeen nog vast. Tweede wil ik zien. Ik ben al een minuutje op 8.